Yes, iedereen die me kent weet het nieuws. Mijn oudste zoon, bonuskind, is afgelopen donderdag door een bus aangereden en is aan de gevolgen van dat ongeluk overleden. Ik heb lang na moeten denken of ik dit ga doen, of ik dit filmen doe. Ik wil dit zelf. Ik doe het niet per se voor jullie, maar ik doe dit vooral voor mij. Het is een onderdeel van ook van de road to bodybuilding. Alles is relatief en ik doe nu even helemaal niks. Ik ben samen met mijn gezin, mijn ouders, mijn zus, mijn zwager, een paar hele goede vrienden van Anita. Trekken wij hier de kar, of hoe je dat ook moet zeggen. En dit ongelooflijk pijnlijke moment. Ik slaap niet. Ik probeer te sporten, omdat sporten heeft me altijd energie en ontlading gegeven. Kickboksen. Ik sla wel op een bokzak, wat me normaal altijd rust en kalmte geeft in mijn hoofd. Ik kan niet hard genoeg slaan, denk ik. Ik krijg geen rust, geen kalmte in mijn hoofd. Fitness. Vannacht kon niet slapen, dus ik ben naar de sportschool gelopen en denk ik, dan ga ik wat doen. Kop even op wat anders zetten. En ik kan normaal 18 kilo biceps curl met halters. Dat lukt me wel. En nu sta ik op mijn kont te hijgen met 7. En de kilo's interesseren me niet zoveel. Maar wat ik moeilijk vind is dat normaal was dit iets waarbij ik kon ontladen. Mijn stress kwijt kon. En ik baal ervan dat dat nu niet lukt. Ik heb altijd gezegd, dat is grapje. Angst en geld heb ik nooit gehad. Vandaag ging Devlin met vrienden van Kielen en van Devlin zwemmen. En dan zet ik hem af bij de moeder van een van de vader en moeder bij een van de vriendjes. En dan heb ik angst. Angst dat dat ze dadelijk weer een telefoontje krijgen. Met hey, er is een ongeluk gebeurd. En met Devlin. Als ouder heb je altijd bepaalde zorgen. Maar die zorgen die hebben zich nu omgezet in angst. En wij zijn ons ervan bewust. We kunnen kinderen niet in een glazen kooitje stoppen. En hopen dat ze zich dan ontwikkelen. En dat het altijd goed gaat. Dus we proberen het wel, maar ja, oprechte angst. Wat ik fijn vind aan dit alles is, goed, ik heb vanuit mijn familie, mijn ouders, mijn zus, mijn zwager, heb ik gelukkig altijd een hele echte band gehad.
We zijn heel close. En we zijn altijd samen door dik en dun kunnen gaan. En op dit moment staan zij elke dag voor ons klaar. Zij helpen ons om alles mooi in orde te maken. Want maandag dan hebben we een afscheidsfeest van Kielen. En dat willen we zo mooi en zo goed mogelijk brengen. Anita heeft een paar topvrienden die ik persoonlijk niet zo goed kende. Maar die hebben nu een plek in mijn hart gekregen. Daar komen ze nooit meer uit. Daar ben ik dankbaar voor dat ik die mensen echt heb leren kennen. En een ander heel mooi ding is de biologische vader van Kielen. Heb ik altijd een goede gozer gevonden. Altijd veel respect voor hem gehad. Hoe hij omging met een andere man die zijn kinderen opvoedt. Nooit moeilijk gedaan. Als het weekend was dat wij de kinderen hadden en ik moest een wedstrijd vechten, dan nam hij de kinderen. Dat was allemaal niet volgens de regels. Het was allemaal volgens gevoel. In deze situatie kan ik gewoon rustig, open en eerlijk zeggen dat ik er een echte kameraad, een echte vriend bij gekregen heb. Jenny en ik ervaren heel veel steun aan elkaar. Wij knuffelen elkaar. We praten met elkaar. En wij gaan. We hebben vandaag besloten om samen een liedje te doen voor Kielen. Ik had een lied geschreven, muziek en tekst. En ik heb continu het idee gehad, oefenen, dat ik hem zonder tranen kon zingen en spelen, althans. Dat ik in ieder geval niet zo hard jank dat ik hem eruit krijg. En vandaag waren we aan het praten en over, nou, mijn zus en zwager gaan muziek maken. En mijn zwager vroeg, gaat Jenny ook iets doen? Die kan toch ook muziek maken? En toen dacht ik, dit is het. Ik ga Jenny vragen of hij samen met mij muziek wil maken. En we hebben vandaag samen gezeten. En ja goed, volgens mij heeft het zo moeten zijn. Want wat wij neerzetten, wij hebben allebei met zeer natte ogen. En een goede vriend van Jenny was erbij. Die was in tranen, omdat hij het mooi vond. De vriendin van Jenny was erbij. Die vond het mooi. Jenny en ik zijn twee compleet andere mensen. En dat ga je in dit nummer horen. We hebben twee compleet verschillende rollen in dit nummer. Jenny kan in dit nummer 100% zichzelf zijn. En zich uiten, emotioneel uiten, middels de klanken van zijn gitaar. Ik kan mij. Mijn emoties uiten door de zangpartij en de tekst dus die ik bedacht heb. En ook een beetje voor gitaar. Maar Jenny is het stuk wat ik miste in dit liedje. En dan gaan we woensdag gaan we dat tijdens de crematiedienst gaan we dat samen brengen. Anita is enorm sterk, slaapt ook niet, maar is 's morgens
Als de andere jongens wakker worden, dan is Anita een moeder. Een echte moeder. En die is er. En die staat er. En ik loop een beetje achter eraan af en toe te zeggen. En nu ga je eten. En hier heb je eten. En ik duw er eigenlijk vooral eten in. Anita is... heeft een duidelijke visie over wat ze wilde. Die visie die wordt ook bijgesteld. En dat vind ik prachtig. Omdat vrienden van Kielen, die zijn gewoon naar Kielen komen kijken. Die hebben zijn kist geverfd. Nemen Devlin mee op sleeptouw. Het is... Ja. Spijtig dat er zoiets vervelends moet gebeuren. Om zoveel mooie andere dingen te kunnen zien. Ik heb er bewust voor gekozen om dit videootje toch te maken. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen weten, ja, niet per se hoe ik me voel, maar meer dat mensen weten hoe dat het ook kan gaan. Iedereen die dit ziet en die zijn kind verloren heeft, ja, ik heb hem zelf niet gemaakt, maar het voelt wel echt als mijn kind, zolang had ik hem al bij me. Dat heb ik ook met Jenny uitgesproken en hij denkt daar hetzelfde over. Het zijn gewoon... Het is ook zijn kind, hij heeft hem gemaakt, maar het is ook mijn kind en ik heb hem niet gemaakt. Het cliché, de ergste pijn die een mens kan voelen is het verliezen van zijn eigen kind. Ja, is voor mij geen cliché meer, is voor mij helaas werkelijkheid geworden. Ik wil mensen laten zien dat... dat het met steun van anderen de pijn niet minder maakt, maar hij wordt wel verdeeld. En ik denk dat Jenny en ik nu echt nog closer zijn samen. Een duidelijke boodschap naar buiten brengen. Van ja, het is de ex-man van Anita. Klopt. En ik ben de nieuwe man van Anita. Maar wij delen samen hetzelfde leed. En wij staan dadelijk op woensdag schouder aan schouder. Op onze manier onze ziel en zaligheid te geven. Om Kielen in onze ogen en hopelijk ook in zijn ogen. Een waardig en prachtig afscheid te geven. Dus ja, deze vlog die gaat nagenoeg niet over bodybuilden. Dat ligt nu op zijn gat. Ik hou me niet aan mijn eetschema. Ik ga 's middags eigenlijk niet rusten. Ik hou me niet aan mijn trainschema. Ik kom op dit moment alleen maar vast aan mijn gezin. En ik heb het idee dat Anita en ik helaas door deze verschrikkelijke gebeurtenis, dat wij nog hechter, nog closer, nog dichter bij elkaar komen. Ik heb vandaag met Jenny gesproken en hij gaf eigenlijk aan, daar waren ook verschrikkelijke dingen gebeurd met familie. En ja goed, dat paste toen minder bij elkaar. Dus die zijn uit elkaar gegroeid. Nou, ik heb het idee dat Anita en ik gelukkig bij elkaar... nog dichter bij elkaar groeien. Dus
ja, voor iedereen die dit volgt om updates te krijgen over mijn road to bodybuilding. Alles in het leven is relatief. En bodybuilding was voor mij een nieuwe uitdaging, was belangrijk. Maar niks is zo belangrijk als mijn gezin. En mijn oudste mannetje op dit moment, ik krijg maar één kans om zijn afscheid te houden, hebben, hoe je het ook noemt. En dat is waar mijn leven nu om draait. Dus de road to bodybuilding wedstrijd is niet stop. We gaan de draad oppakken. Maar hij is wel even gepauzeerd. Dus of ik volgende week een vlog ga maken. Dat is de dag na de crematie. Deze is ook te laat. Maar Kielin is op de dag dat ik eigenlijk een vlog post. Is hij aangereden door die bus. En is hij overleden. Ik ben er nog geen milliseconde mee bezig geweest om een vlog te houden. Dus deze weg staat even op pauze. En ik ga hem oppakken. Maar we gaan eerst eens even die maandag doorkomen. Zo'n grote afscheidsfeest. Met een lach en een traan. Bij ons thuis. Woensdag. Hopelijk ook met een lach en een traan. In het crematorium. En dan heb ik donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Om in een rustiger vaarwater te komen. Op dit moment zitten we in de achtbaan. En hopelijk kunnen we dan als gezin eventjes op adem komen. Rusten. Alles laten bezinken en een plek geven. En hopelijk komt de man met de hamer niet al te hard. Maar we zijn er op ons mentaal op voor aan bereiden dat hij met een flinke mokerhamer om de hoek staat. Nu gaan we op automatische piloot. Maar ik ben bang dat we nog een knal gaan krijgen. Maar we hebben gelukkig familie en vrienden waar we op kunnen bouwen. Dus dat is fijn. Dus of ik donderdag wat post, weet ik niet. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, het interesseert me ook niet. Deze video vond ik belangrijk voor mezelf om te maken. En wanneer dat de volgende komt, hij komt. Dit is een pauze, dit is geen stop. Mensen, voor degene die deze 20 minuten helemaal uitgekeken hebben, dankjewel. Hopelijk is de volgende vlog vrolijker, leuker, beter. Punt is, ik heb beloofd om jullie een kijkje te geven in mijn leven. On the road to the bodybuilding stage. Dit is onderdeel van mijn leven. Dus even pauze. Mensen, dankjewel voor het kijken. Doei.